Assembleelid en ex-vicepresident Ashwin Adin is gisteren door de Nationale Assemblee in staat van beschuldiging gesteld. De vordering van de procureur-generaal om Adin in staat van beschuldiging te stellen is goedgekeurd met 31 stemmen voor en 15 tegen. De BEP-fractie verliet de vergaderzaal voordat de vordering in stemming werd gebracht. De NDP-fractie benadrukte bij monden van DNA-lid Melvin Bouva dat het in staat van beschuldiging stellen van Adin niet inhoudt dat hij schuldig is. De NDP gelooft in de onschuld van Adin als gewezen ambtsdrager. Aziz Kumar Gayadin, voorzitter van de parlementaire commissie die Adin heeft gehoord, wees het college erop dat de rechterlijke macht niet moet worden belemmerd in het uitoefenen van haar taak. Maar voorzitter, ik denk dat als samenleving Mustabi, wij hebben een wet en wij dienen ons te houden aan de wettelijke voorschriften. En de wet vraagt ons vandaag, hoe moeilijk dan ook, een besluit te nemen om een ander instituut haar werk te mogen voortzetten, conform wetboek van strafvordering, voorzitter. Ja, voorzitter, wanneer ik internationaal heb geschetst, wanneer ik de grondwet heb aangesneden, voorzitter, gaan we naar de wet van 2001. En wat vraagt die wet van 2001, voorzitter? Want ik hoor hier allerlei dingen. Onder andere de commissievoorzitter lid Gayadin. Voorzitter, als ik uw aandacht heb. Onder andere lid Gayadin en anderen die zeggen ja, maar als we hier een oordeel vellen, betekent dat wij het Openbare Ministerie niet de ruimte geven om hun werk te doen. Ja, als we dit hebben, dan hebben we geen geloof in de rechtsstaat. Ja, als we dit zouden bespreken en zouden stemmen voor of tegen de vordering, zitten we op de stoel van de rechtsstaat. Voorzitter, ik vraag gewoon op een nuchtere manier. Kijk naar de grondwet, kijk naar de wet die voor ons is en zie juist de instructie die de wet geeft om onze verantwoordelijkheid hier te nemen en een besluit te trekken, voorzitter, een besluit te nemen. DNA-lid Adin zei tijdens zijn spreekbeurt dat het parlement een historische fout begaat door mee te gaan met de vervolging van het Openbaar Ministerie. Als u twijfelt of ik bevoegd was als VP, of ik mocht tekenen, of een enkel of alleen een mevrouw Muskiet daarvoor bevoegd was, het volgende. Bij een minister, let wel, bij een minister kunt u nog twijfelen of de bevoegdheid bij de minister of de directeur gelegen zou kunnen hebben. Maar hierbij gaat het om mijn constitutioneel ambt, waarin als voorzitter van de Raad van Ministers, ik als zodanig de leiding geef aan het kabinet van de vicepresident en de directeur is daarbij een administratieve functionaris. Het is zo binnen het bestuursrecht, en dat moeten we natuurlijk ontwikkelen in Suriname. Binnen ons bestuurlijk systeem heeft de VP een constitutioneel mandaat voortvloeiend uit artikel 116 lid 1 van de grondwet. Die zegt dat de VP op grond van zijn voorzitterschap van de RVM alleen verantwoording schuldig is aan de president. NDP-parlementariër en ex-vicepresident Ashwin Adin gisteren in DNA. Het parlement heeft hem in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt beschuldigd van onder meer vernieling en valsheid in geschriften. Deze zaken zou hij kort na de verkiezingsuitslag hebben gepleegd.